Wie is Jan Bart? Jan Bart, dat is een man, student, een vlogger, een comediant. Allee, van alles en nog wat. Ik ken hem vooral uit het studentenleven via het Insca Gent. Ook een klein beetje vanuit moeder Kila. En hij zorgt dat wij als studentjes ook deze boekjes hebben. Vol met liedjes, zodat wij kunnen kantussen en feesten. Maar wij kennen hem ook vooral als GB. En daarom drinken wij. Allee, GB. Scholle, laat het smaken. Welkom bij de 75ste aflevering van Jan Bart. En dank aan senior seniorum Jerre voor de intro. Ik hoop dat hij niet meer dan één take nodig gehad heeft. Alhoewel, heeft het mij eigenlijk al gezegd? Straks geef ik nog iets weg, maar eerst gaan wij terug naar het studentenleven. Ik sta al een heel klein beetje achter met dit kanaal, dus ik stel voor dat we er snel in vliegen. Jan Bart, waar ben je? We zijn in Gent, in de Overpoortstraat. Allee, ja, tegenwoordig heet dat de Toverpoort. In mijn tijd vroeger kwamen we hier voor pintjes te drinken en mensen te leren kennen. Tegenwoordig heeft dat te zien met magie. Nu, dat klopt eigenlijk technisch gezien wel. Maar als ik hier rondkijk, zie ik dat er al heel veel cafés zijn verdwenen. Het is toch al eventjes geleden dat ik hier nog geweest ben. En al zeker op een voormiddag, maar dat heeft een goede reden. En die goede reden, dat zijn de Gravensteenfeesten. Op 16 november was het exact 73 jaar geleden dat het Gravensteen bezet werd door 138 studenten. En bij de herdenking van deze studenticoze grap hoort een feestelijke dag. En die begint met... We hebben eerst receptie in de Canard Bizarre, met al oude bestuursleden en dan ook nog met de seniors van de club. Daarna gaan we een goede lunch hebben. Normaal is er voor de oude zakken een maaltijd voorzien in de terminal, maar er is een klein groepje oude zakken dat afgesplitst is. Snel de taxi in richting het centrum van Gent. Want? Na de lunch zijn we op Veerlepijn. Daarna vervolgt de bezetting van het Gravensteen. En zo loopt het Gravensteen langzaam vol met studenten afkomstig uit alle windhoeken van het land. Alle mensen van West-Vlaanderen mogen er lawaai maken, dit is één! Maar vooral West-Vlaanderen. Ja, want naar jaarlijkse traditie spreken de aanwezige pro-senioren het studentenvolk toe van op de kantelen. Surgite! Surgimus! Op aan de voorhebbers! Ik ga dus niet skydiven. En de feestelijkheden eindigen niet bij de herbezetting van het Gravensteen. We gingen eerst nog op de foto, daarna vulden we de bekers nog eens. En ze biedt zelfs goed beginnen. En waarom Milan? Om dan naar het avondfeest te gaan. Eerst het jonge volk met de Gentse studentenfanfare op kop. En een paar uurtjes later, bij het val van de avond, vond ook het oud-studentenvolk de weg richting avondfeest. Een tent tot de nok gevuld met enthousiaste studenten. Die op de tonen van de studentenfanfare en met een groot glas Rodenbach Sint-Pietersplein op zijn grondvesten deden daven. En dat tot de vroege uurtjes. Volgend jaar weer van dat.
Zoals gezegd in het begin van deze aflevering en de aflevering van vorige week, mag ik opnieuw 10 scheurkalenders van de allerslimste mensen ter wereld weggeven. Het enige wat je moet doen is geabonneerd zijn op mijn kanaal en hieronder een reactie achterlaten waarom jij graag zo'n kalender wil winnen. Alle reacties tot en met zondag 11 december middernacht zijn geldig. Veel succes! En zo zijn we aan het einde gekomen van de 75ste aflevering van Jan Bart. Maar volgende week zijn we er terug, want er was nog een optreden in Meulebeke en we mochten een voetbalminnend publiek opwarmen in het Wintercircus in Gent. Tot volgende week. Ik begrijp iets niet, papa. Je laat mij altijd zo'n slimme dingen zeggen en zelf doe je altijd zo'n domme dingen. Ja, het is al goed, het is al goed.